Dames en welkom in deze video. Over ongeveer een maand krijgen wij de sleutel van ons nieuwe huis. En er moet echt nog ontzettend veel gebeuren tot die tijd. Ik ga daar een superleuke serie over maken waarin ik al onze verhuis- en klusprogress met jullie ga delen. De verhuisvlogserie. Super veel zin in. Dit is de eerste aflevering. Het eerste wat ik nu wil doen, nu we weten dat we gaan verhuizen, is opruimen. Ik ben echt volledig gezet op verhuizen met zo min mogelijk spullen. Dus alles wat we niet gebruiken gaat niet mee naar het volgende huis. Ik wil gewoon echt met een clean slate beginnen. Ja, ontzettend belangrijk vind ik dat. Dus, ik heb een lijst gemaakt van alle ruimtes in ons huis, alle kasten in ons huis. En één voor één ga ik die weer langs als ik een momentje heb om daar wat tijd aan te besteden. Dus in het weekend doe ik wat, op vrije dagen doe ik wat. Mijn dochter slaapt nu, dus nu heb ik mooi tijd om even een paar dingetjes te tackelen. En ik ga jullie meenemen. Nou, wat voor video's kan je nog meer verwachten in de verhuizen-serie? Dat is natuurlijk inpakvideo's, opruimvideo's. Ook video's die ik graag wil delen over hoe we nou het plannen van een verhuizing aanpakken. Dat doen we natuurlijk puur in de Janieke en Jeroen-stijl. Met allemaal lijstjes en planningen en alles supergoed doordacht doen. Op tijd doen, dingen zo relaxed mogelijk voor onszelf maken. Daar ga ik een dedicated video over maken die denk ik heel, nou ja, helpend kan zijn als je zelf gaat verhuizen. Nou, uiteindelijk natuurlijk de verhuisvideo zelf, de klusvideo. We hebben een maand overlap met dit huis en het volgende huis, waarin we gaan klussen en ook nog een week op vakantie gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat lukken. Maar goed, we moeten gewoon goed plannen en dan komt het denk ik goed. Dus nou ja, allemaal van dat soort video's en waarschijnlijk vergeet ik nu nog de helft. Dat kunnen jullie allemaal verwachten, dus abonneer vooral op mijn kanaal. Als je geïnteresseerd bent in die video's. Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal zal gaan. Aangezien ik ook 21 weken zwanger ben op dit moment. Dus ja, daar moeten we ook allemaal rekening mee houden. Maar tot nu toe voel ik me in ieder geval prima. En gaan we er gewoon lekker voor. Ja, ik heb twee kasten die ik vandaag wil uitzoeken. Het ene is de voorraadkast hier in onze keuken. Waar al onze, nou ja, voorraad in staat. Maar ook, er staat nog speelgoed in. Er staan nog allemaal andere spullen in. Die wil ik uitzoeken. Ik wil mijn kledingkast uitzoeken. Dat is een beetje ingewikkeld. Aangezien ik natuurlijk zwanger ben, kan ik sommige dingen nu niet aan, maar later wel weer. Ja, dus daar moet ik enigszins rekening mee houden. Maar ik denk dat er ook wel wat items in mijn kledingkast zitten die gewoon überhaupt naar de kringloop kunnen of ergens anders heen. Dus dat gaan we uitzoeken. En daarnaast heb ik een heleboel babyspullen verzameld in de afgelopen tijd. Dat ligt allemaal in de werkkamer. Dat moet ik eventjes bekijken. Daar hoef ik niks waarschijnlijk van weg te doen. Maar dat kunnen we in ieder geval gewoon alvast inpakken. Dus dat gaan we in ieder geval allemaal doen. En als ik nog tijd heb, wil ik vanmiddag ook nog even naar de kringloopwinkel. Enerzijds om wat spullen weg te brengen. Maar anderzijds ben ik ook op zoek naar wat speelgoed voor Evi voor in de auto. En wat speelgoed voor in het nieuwe huis. Zodat we daar alvast wat hebben liggen als ze daar een keer met ons is. En in de auto, zodat ze tijdens al die autoritten zich niet hoeft te vervelen. Dus dat wil ik heel graag doen. En ik wil graag een bewaardoos of een bak of een krat of iets waar ik documenten en tekeningen en gewoon dingen in kan bewaren. Ja, we hebben gewoon zo'n bak in de schuifkast staan boven. En allemaal belangrijke dingen of dingen waar we goede herinneringen aan zitten, die zitten daarin. En die wil ik ook maken voor de baby. Omdat ik dat gewoon dan al heb. En ik kan er dan nu bijvoorbeeld de echofoto's alvast in doen. Ja, ik weet dat als je dan straks bevallen bent en je komt uit het ziekenhuis, dan heb je ook allemaal dingetjes die je wil bewaren. Het eerste mutsje en dat soort dingen. En kaartjes die je krijgt. Dus ik wil die bak gewoon klaar hebben staan voordat we verhuizen. Zodat we dat dan helemaal op orde hebben. En ik niet 100.000 bewaarspul dingen door het huis slingeren straks. Als ze geboren is. Dus wie weet gaan we dat in deze video ook nog even doen. I don't know, ligt er ook een beetje aan hoe lang Evi gaat slapen. Maar goed, ik wil er een lekker kalme en rustige video van maken. Dus ik ga lekker stoppen met praten en enjoy. Thank you.
Thank you.
niets. Dan kunnen we geen paraplu meenemen. Oh, oude paraplu. Ja. Maar we gaan eerst op de fiets. En met de paraplu. Goed leggen. Vloep. Hopla. Klaar voor? Zo, het is een paar dagen later. Deze video is een beetje de hele week door opgenomen. Maar anyway, ik zal je laten zien wat ik gevonden heb bij de kringloop. Een paar leuke dingetjes. Oh, liefje. Een paar leuke dingetjes gewoon voor thuis. Een super schattig schortje voor de baby. En wat dingetjes om mee te nemen op vakantie. Om mee te nemen in naar het nieuwe huis. Wat speelgoed dingetjes. Allereerst heb ik een super, super lief baby shirtje gevonden. Hij hing bij maat 62, maar er staat geen maatlabel in. Ik denk hieraan te zien dat iemand dit zelf heeft genaaid. Nog leuker. Maar een super schattig shirtje. Knoopjes hier zo. Lekker flowy. De baby wordt in augustus geboren. Dus ik denk dat dit heel fijn is. En deze geweldige regenboog. Oh, het shirtje was trouwens 2 euro en deze regenboog ook. Maar deze heb ik dus gevonden met van die houten blokjes. Heel erg leuk. Dit ding is, nou, het staat hier nu dus 2 dagen bij ons in huis. En het is enorm favoriet. Je kunt er zo leuk mee bouwen. Je kunt ze zo op elkaar doen. Je kunt er een wipwap van maken. Echt van alles. En Evie vindt het echt helemaal geweldig. Dus ja, heel erg blij dat ik deze gevonden heb. En dan dus nog een zakje met allerlei prulletjes voor in het nieuwe huis, in het vliegtuig. Allereerst een soort My Little Pony-achtig ding met een soort plastic krullend haar. Hier kan Evie echt heerlijk mee spelen, denk ik, verwacht ik. De kleurtjes zijn denk ik ook aantrekkelijk en deze was 60 cent. Dan heb ik een paar autootjes gedaan. Autootjes zijn ook altijd favoriet. Vooral als het gewoon nieuwe autootjes zijn die ze natuurlijk nog niet kent. Nou, ik zie zo voor me dat ze daarmee lekker kan racen over de stoel in het vliegtuig en zo. En deze waren 30 cent. Deze was 40 cent, eentje 30 cent en deze was 90 cent. En die autootjes en dit soort kleine dingen is enorm makkelijk om mee te nemen in het vliegtuig. Neemt niet veel ruimte in beslag. Dan nog een zakje met super creepy baby's. Maar Evie had deze zelf gevonden en die riep: oh, wat schattig. Deze doen, mama, deze. En dan gooi ik hem gelijk in mijn mandje. Dus ik dacht, ja, als jij er zo enthousiast over bent, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet mag? Als we toch op zoek zijn naar dit soort kleine grut. Dus dit zijn allemaal soort van baby poppetjes. En als laatste, hier ben ik echt enorm blij mee dat ik dit gevonden heb. Dit zijn mini doosjes met Play-Doh. Echt geweldig. Dit is zo fijn om mee te nemen naar het nieuwe huis. Maar ook in het vliegtuig neem ik gewoon 2 bakjes mee of zo. Het neemt geen enkele ruimte in beslag, weegt niks. Maar is wel super, super fijn. En de Play-Doh die erin zit is nagenoeg nieuw in de meeste bakjes. Sommige zijn een beetje gebruikt, maar de meeste niet. En het is nog gewoon nog helemaal zacht. En ja, dit is gewoon super. Je kan ze gewoon lekker op dat tafeltje in het vliegtuig bij een van ons op schoot heerlijk hiermee spelen. Evie gaat ook echt super goed op klaar. Daar kan ze zo zichzelf een half uur van maken. Nou ja, we moeten volgens mij 2 uur in het vliegtuig. Dus nou, dan heb je alweer een heel gedeelte erop zitten. Ja, dus hier ben ik enorm blij mee. Deze doosjes waren 20 cent per stuk. Dus al deze doosjes samen waren 1 euro. Dat is alles wat ik gevonden heb. Niet mega veel dus, maar nou, wel wat kleine leuke dingetjes. En
komende tijd, als ik nog eens weer eens daarheen ga, dan vind ik vast weer nieuwe leuke dingetjes. En al die speelgoed, al het speelgoed wat voor in het vliegtuig of het nieuwe huis is, dat verstop ik nu nog voor haar. Ik wil niet dat ze er al helemaal aan gewend is en het al helemaal kent. Nou, we hebben weer lekker wat dingetjes opgeruimd, wat to-do's afgetikt. Super fijn om dat allemaal weer geregeld te hebben. We hebben net ook weer even aan de klusplanning gewerkt. Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat worden en of dat al een beetje gaat lukken en een beetje fijn wordt. Ja, nog een week of 3, dan krijgen we de sleutel. Heel veel zin in. Nou, bedankt voor het kijken jongens en dan zie ik jullie in de volgende video. Bye!